Lego van andere merken, voor de echte Lego-liefhebber blijft het altijd een heel gevoelig onderwerp. Voor mij stiekem ook wel een beetje, maar Modular Toys maakt deze Megatrack. En dit is iets anders. Dit, ja, tuurlijk, hier zitten Lego-achtige nopjes op. Het is nu wel 100% compatible. Maar dit is iets anders. Je kunt hiermee een racebaan bouwen. En dat kun je met echte Lego, in ieder geval niet op deze manier, niet. En dat vind ik heel erg leuk, want dat geeft kinderen meer mogelijkheden om met hun Lego eigenlijk uit te bereiden. Want ja, je kunt deze baan bouwen en dan vervolgens een complete wereld omheen bouwen. Nou, wat leuk is, augmented reality bonus. Dus er is iets met een appje dat we kunnen doen. En hier staat nog net in de hoek, battery operated car, dus batterijtje in de auto. En die gaat gewoon lekker zelf rijden, dat is ook leuk. En ja, heel veel elementen om allerlei verschillende banen te bouwen met verdiepingjes en alles. Met andere woorden, dit vind ik wel cool. En ik ben heel benieuwd hoe mijn kinderen dit gaan vinden. Ik ga hem even omdraaien zodat we kunnen kijken in de doos. Hij is echt al te groot voor mijn unboxtafeltje. Kijk, één hele grote zak. Dat is lekker makkelijk. En een handleiding. Ja, het klinkt zelfs bijna als Lego. Hier hebben we het autootje. Ja, het is niet echt een racebaan in de zin dat je elkaar kunt inhalen. Hè. Het is maar ja, à la Hot Wheels één baan. Oeh, hij heeft wel heel veel grip meteen die auto. En dat klopt, want hier zit een ribbeltje in. En die zit ook in het achterwiel, dus daar is goed over nagedacht. Batterijtje wisselen gaat denk ik via een kliksysteem. Ja. Kijk. Hier moet ergens het batterijtje in. En misschien toch even een schroefje losmaken. Nou goed, dat ga ik uitzoeken. Daar hebben we de handleiding voor. Hoe dan ook, dit is het autootje. Nou ja, goed, je kunt het natuurlijk ook op de basis gebruiken en dat je als kind daar zelf een autootje omheen bouwt. Je kunt ook dit standaard schilletje er zeg maar opzetten en dan ja, ben je gewoon klaar om te racen. Aan-uitknopje, ja, meer is er niet aan. Meer valt er niet over te vertellen. We hebben hier een stoplichtje. Dat is gemaakt om tussen een paar nopjes in te komen staan. Denk ik. Nee, niet. We hebben hier supports. Die kunnen onderaan de wegdelen worden geklikt. We hebben hier hekjes om te voorkomen dat de wagen de bocht uitvliegt. We zien hier andere decoratie. We kunnen natuurlijk ook tribunes bouwen. Dus hier heb ik wat dakpanelen. Even kijken op de voorkant van de doos. Hoe ziet dat eruit? Ah, dat doen ze daarmee. Kun je een soort van tunneltjes maken. Dus dit zet je dan langs de weg en dan kan dit er weer op. En zo kun je een vrolijke testbaan bouwen. Glijbaantje-achtig iets, of tenminste een verhogingje. We hebben rechte delen. We zien bochtjes. Nog meer rechte delen. Heel veel van dit soort plaatjes. Dus daar kunnen we wat dingen langs de weg mee bouwen. Kijk. Dit is. De stoplicht gaat hierin. Ja, kijk. En dan kun je hem keurig op zo'n dingetje zetten. En je kunt het stoplicht nog een beetje draaien. Ben ik heel benieuwd naar de AR-ervaring. Ik ga lekker met mijn kinderen hiervan een racebaantje bouwen. En kijken hoe dat eruit ziet. Ben je nou nieuwsgierig naar deze Megatracksbaan? En wil je nou weten of het leuk is en hoe leuk het is, check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. En daar lees je alles over deze. En ik sla hem nog heel even dicht. Modular Toys Megatrack. Dus wil je alles weten over deze baan, check even de link onderaan de video.